Hallo mensen van Dus David Games. Mijn naam is G-Typo. En ik ga... Wat? Ik heb hem vorige keer aangepast. What the fuck? Ik heb hem op 70 gezet, want dan klopt hij. Geen idee waarom, maar... Op een of andere manier wil je hem niet op 100% pakken. Dan zeg je van, nee, dat kan niet op je 1080p scherm. Maar je mensen, we gaan nu de epische baas des bazen verslaan. Want dit is één ziek grote... Wat is dat voor een ding? Wat is dat voor een ding? Oh shit man, dit wordt één zieke bende. En daar gaan jullie mij niet bij helpen. Jullie gaan gewoon vliegen! Oké, die grab is best wel overpowered. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er allerlei dingen tegelijkertijd gebeuren in heel deze game. En dat ik me moet gaan focussen op meerdere dingen dan één ding alleen. Want oh shit, wat? Sinds wanneer eet hij dingen? Jongens! Boeit het niemand van jullie dan gewoon dat... Oh hey, jongens, hey, ik kan jullie gooien. Vangen! En jij ook. Hey. Ah, wat? Waar ben ik? Oh, hier ben ik. Ja, daar is een voetding. Oh hey, zo doe ik je pijn, hè? Ah. What the fuck? Dude, hoe moet ik dit gaan overleven? Heel dat ding wordt opgegeten. Het is zeg maar zo'n... Ik ben een levende snack, heb ik zo'n idee. Dude, we moeten hier echt iets gaan doen. We moeten echt gaan damage gaan uitdelen aan zijn voet. Anders ga ik het hier niet overleven. Oh, hey, what the... Hey, zo... Oh, god. Jongens, help, please. Help, what? Ah, hey, ik heb het overleefd. Kredos, ik ben trots op je. Nou moeten we wel iets van actie gaan ondernemen. Want hij heeft volgens mij nog wel meer trek in mensenvlees. Wilde gok, hè? Oh god. Nee, heb jij... Dude, waarom ben jij niet dood? Waarom ga je gewoon niet... Ik heb echt scheidhekel begin ik aan hem te krijgen. Iedere... Overal waar ik ben, hè? Oh my god, meen je, dit ga je weer nou twee blazen. Twee blazen tegelijk. Dit gaat serieus iets te ver voor mij. Er zijn zelfs voor mij limieten van hoeveel blazen ik tegelijkertijd aan kan. Ik weet... Oh, fuck jou, beest. Beest, you're gonna get owned. En daar ga ik persoonlijk voor zorgen. Dat jij er aan gaat. Ah, god. Hé, hey, heb ik het overleefd? Nee. Oh shit, wat de... Waar is met... Wat is met mijn leven gebeurd? Kom, gozer, kom je hier even echt... Ik weet nog niet wie ik moet aanvallen. De ene keer is het iemand anders en nu is het zo van... Ik ben het grote monster van pijn en kwaad en... R1. Ik wil echt zo snel mogelijk van jou af zijn. Jij bent de grootste. Oh, wat? Ah, dat is recht in zijn oog. Dat doet ziek veel. Oh, mijn god. Meen dit. Please, laat dit waar zijn. Oh, sweet! Ik ga hem gewoon met zijn eigen man aanvallen. Weet je hoe cool dit is? Jongens van Santa Monica Studio. Jullie hebben mij hier gewoon helemaal mee verkocht. Weet je fucking brute het is om een baas met zijn eigen mini-baas te verslaan. Dit is sowieso al mijn geld waard geweest. Inderdaad, als ik dat zou zijn, zou ik ook van dikke mannen kreet doen. Zo van, you're gonna get owned. En je kan er niks aan doen, want je bent het zelf. Oh, eet hij nou zijn eigen hand op? Kratos, Oh shit! Vrijheid is blijheid! Waarom heb ik een zilveren trofee al? Dat gaat veel te snel. Oké, oh shit! Je zit vast! Hé! Hey, raad eens wie hier is! Het is pijn! Oh shit, jij gaat echt... Oh my god! Fuck you, bitch! Oh, nou ga ik je gewoon in je val killen. What you know about killing Kratos? You don't know shit!
Hey, cool. Mag ik die hebben? Vast wel. Je bent toch dood. Kratos struggled to remember the weeks prior to his imprisonment. To the time when he set out to break his bond with Ares, the god of war. Your mind is troubled. Your skills are still without equal. Do you have business with me? I do. But this is not the manner to discuss it. I see no other way. You have no reason to trust me, Spartan. I only ask that you try. Your thoughts are not your own, but I can help you. I believe these belong to you. Use these items to steal your mind, Kratos. Do not let illusion deceive you. Wait, what? Have the visions ceased? I see only you. Good. You will need this skill for the path ahead. And what path is that? The path of freedom, Kratos. Freedom? Yes, freedom. Freedom from the Furies who relentlessly hunt you in the name of Ares, and ultimately... freedom from your bond to the god of war himself. Break an oath with a god. Of all the minds in question, mine is not the one to worry about. You waver from sound mind to illusion in the beat of a heart. Is that any life for a great warrior? The Furies are near. They cannot know I speak with you. I will draw them away. The truth waits for you in Delphi, Kratos. Seek the Oracle. Cool, we hebben een armbandje en een ring. Oké. Okay. Oké, we zijn weer levend, zo te zien. Oeh, potjes. Lijkt net of ik Zelda aan het doen ben. Destroy all the pots. Hebben we hier nog iets cools in liggen? Nee. Helemaal niks. Gewoon niks wat ik kapot kan maken. Nee, niks. Nada nopes. Nada nopes. Helemaal niks. Niks bijzonders. Alles is hier kapot. Mensen, ik ga denk hier een einde aan maken. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de aflevering leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer. Op de epische avontuur van Kratos.